Stel je voor, je gaat naar de Rabobank om geld te halen. Vervolgens geeft de medewerker van de bank een tip aan criminelen dat je veel geld hebt opgenomen. Die gaan over tot een overval, soms met veel geweld. Zeker drie overvallen lijken vorig jaar op deze manier te zijn verlopen. Vandaag heeft de politie opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een medewerker van de Rabobank in Eindhoven. De arrestatie is de volgende stap in de ontmanteling van wat in de Volksmond al de Rabobankbende is gaan heten. Vorig jaar juli was er een aantal opvallende overvallen. Eerst werd in Roosendaal een echtpaar overvallen op de oprit bij hun huis. Ze hadden een flink geldbedrag bij zich, dat bij de overval werd meegenomen. Een kleine twee weken later was het raak in Venlo. Daar werd een Duitse overvallen, net nadat hij 100.000 euro van de bank had gehaald. Eind juli grijpt de politie in bij een poging tot overval in Zundert. Vijf overvallers worden opgepakt, maar ook de 25-jarige Lorenzo J., die bij de Rabobank in Eindhoven werkt, wordt opgepakt. Toch is daarmee de Rabobende nog niet tot staan gebracht. Begin september wordt een 78-jarige vrouw in Bladel met veel geweld overvallen. Ook deze vrouw heeft kort daarvoor een flink geldbedrag van de bank gehaald. Ja, de politie arresteerde een paar weken geleden ook al twee verdachten uit Breda. Een jongeman die bij een politieinval in Breda dood werd gevonden, zou ook een van de overvallers zijn. En met de bankmedewerker die vandaag is opgepakt, staat de teller nu dus op vier verdachten in deze bladelse zaak. In de studio in Breda, onze verslaggever Willem-Jan Jooghems. Willem-Jan, kun je spreken van een echte roversbende met een link naar de Rabobank? Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Eigenlijk lijkt het een beetje, is het een beetje een variant op de ouderwetse bankoverval. Alleen in dit geval is het een soort klantoverval. Kijk, wat er, wat er gebeurd is, uh, al die banken die geteisterd werden door bankovervallen in de jaren 70, 80 en ook nog 90, die hebben zich beveiligd en daardoor zijn bankovervallen heel zeldzaam geworden. Maar er zijn dus nog steeds kennelijk zwakke plekken in het hele bankaire systeem. Hè? Dat zag je met pinautomaten de afgelopen jaren, met die plofkraken en allerlei varianten daarop. En dus ook nu met ja, bankmollen van binnenuit die buitenstaanders tippen uh, over waar het geld te halen is. Namelijk bij klanten die de bank verlaten en dan vervolgens naar buiten gaan. Nou, die rotte appels. Ik vraag me af of je die als bank überhaupt kan tegengaan. Maar feit is dat ze er dus wel zijn en dat de bank daar toch iets op moet gaan vinden de komende tijd. Ja, want het is natuurlijk ontzettend slechte reclame voor de Rabobank dit alles. Ja, al sinds de middeleeuwen bouwt zo'n bank voort op vertrouwen. Daar draait alles om. En als je het vertrouwen kwijtraakt in je eigen bank. Hè, dus je zuurverdiende spaarcenten daar niet meer veilig zijn als je ze ooit wil ophalen om bijvoorbeeld een keer een uh, wat duurdere auto uh, handje contantje af te rekenen, dan heb je wel degelijk een, uh, een probleem. Ik kan me dus ook voorstellen, omdat het kwaad dus van binnenuit kwam uit die Rabobank in dit geval, uh, volgens politie en justitie, dat ook uh, ja, de bank in dit geval wel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Uh, we moeten wat dat betreft ook gewoon die hele rechtszaak gaan afwachten die er ongetwijfeld uh, gaat komen. Maar je zit er zoveel haken en ogen aan dat uh, ik maar af ga vragen of we uh, of hier al snel vanaf zijn. Eén ding is zeker, het vertrouwen is beschadigd en de bank zal ook gewoon ja, de moeite moeten gaan doen... om dit soort veiligheidslekken te gaan dichten de komende tijd.